In tijden van crisis lijkt de hele samenleving in ruïne. En veel kloosters ook. Kloosters die bewoond worden, maar desalniettemin iets van het verleden hebben. Vandaag ben ik hier naar deze ruïne gekomen om iets te vertellen, te zingen en geluid te delen, inspiratie. Het gaat allemaal over het open einde van je verlangen. Zo heet een nieuw boek dat ik in deze tijden van crisis vanuit onze abdij geschreven heb. Ik lees eruit, ik zing, ik speel, hopelijk met jullie samen, hopelijk delen we het open einde van ons verlangen. Victime Paschali laudis, immolent Christiani, agnus redemit ovis, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflix eri mirando, nux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Cimus Christum surrexisse, amor tuis vere. Tu nobis victorex miserere. Open einde van mijn verlangen. Moge ik altijd weer ruimte maken in mijn hart, opdat ik dichter bij mijn innerlijk kan komen, waar ik thuis hoor. Moge ik steeds opnieuw liefde voelen, opdat ik alle afwezige dierbaren nabij ben, die ik in verbondenheid mis. Moge ik grenzeloze compassie vinden, opdat zij die lijden verlichting ervaren en zij die werken kracht. Ik voel mij geborgen in mijn verlangen, dat vorm en betekenis geeft, juist in moeilijke dagen, waarvan ik het open einde God mag noemen. Ita veniet,
Les gentes plaudit manibus, iubilate Deo in voce exultationes. Irrigali lei, quid admirami, aspicientes in celum, alleluia. Quem ad modum vidistis eum ascendentem in celum, ita veniet, alleluia, alleluia, alleluia. Geest, voor mij aanwezig in mens en wereld, die mij inspireren en bij de les houden, wie steeds voor frisse wind zorgt en in mijn ziel aanwezig blijft. Moge ik altijd bezieling vinden, wie mij goede gaven liet ontvangen, waarmee ik iets kan betekenen voor andere mensen en de wereld. Wij ontvangen de opdracht als gebod, andere mensen te bezielen, met onze bescheiden middelen, die de geest laten zien in jou en in mij. Yeah.
Geest die ons gemeenschap laat zijn met mensen in tijd en eeuwigheid. Wie mensen op pad stuurt die God zijn in elkaars leven. Mogen wij steeds liefde met elkaar delen. Wie ons de behoefte gaf om samen te gaan op de weg van geloof, hoop en liefde. We ontvangen de opdracht als gebod, de liefde niet in de weg te staan en vergeving te zoeken tot in eeuwigheid. Waar we de naam mogen roemen, Geest.